Hallo, de Boekenweek staat weer voor de deur, dus voor de verandering een video met alleen maar oude Boekenweekgeschenken. Een willekeurige greep uit deze literaire traditie. De keuze voor de schrijver van het Boekenweekgeschenk gaat vaak gepaard met gemoor. En ook als het geschenk eenmaal is verschenen, is er soms veel kritiek te horen. Je kunt het haast als een traditie zien. En in 1987 was het niet anders. Toen Tessa de Lo, die pas één roman op haar naam had staan, werd gevraagd om het geschenk te schrijven. En bij het verschijnen van Het Rookoffer waren de messen dus al geslepen. Ze probeert haar eenvoudige damesbladverhaal met vormtrucs interessant te maken. Literair, verantwoord. Die trucs mislukken de een na de ander. Het verhaal dat de Lo vertelt is eenvoudig. Barbara Rosemeyer, een lerares Frans van 36 jaar oud, gescheiden, die zich kleedt als Française, wordt verliefd op haar 18-jarige leerling. Deze jongen, Guido Maanhout, is een sublieme leerling die toenadering zoekt tot zijn docenten en haar op een wat ongeloofwaardige avond met strippoker verleidt en met haar de liefde bedrijft. De meest opvallende literaire truc die de schrijver uithaalt is dat ze het verhaal achterstevoren vertelt. Ze begint op het moment dat Guido Barbara alleen in haar huis achterlaat. Hun relatie is dan bekend geworden op school, ze is ontslagen en ze heeft haar haar afgeschoren. Het liefst zou Barbara een achterwaartse geboorte volbrengen van hun liefde. En aangezien het literatuur is, kan dat dus ook. De vraag is alleen of het omgooien van de chronologie ook een meerwaarde heeft. Het verhaal dat je leest wordt letterlijk gekoppeld aan de roman Chérie van de Franse schrijfster Colette. Ook een verhaal over een liefde tussen een oudere vrouw en een jongeman die geen gelukkig einde kent. In Het Rookoffer is het deze roman die de twee geliefden samenbrengt. En waaruit Guido, die naar de toneelschool wil, passages voordraagt aan Barbara. En zij ziet er een bewuste actie in. En ze twijfelt aan de oprechtheid van zijn liefde. Het verhaal kent weinig verrassingen en bevat vooral speelse momenten met leerlingen die hun docent plagen en een jaloerse collega van Barbara met een bord voor zijn kop. Het meest bevreemdend zijn misschien wel de eerste regels van het verhaal over een prinses en een prins aan de galg. Guido nadert volgens Barbara de perfectie, al was hij een prins. Maar voor de rest bevat het verhaal weinig sprookjesachtige elementen en al helemaal geen sprookjesachtig einde. Of in dit geval begin. Oh nee, het begin. Het begint dus wel als een sprookje. De Pianoman van Berlef was de novelle die in 2008 als Boekenweekgeschenk verscheen. Een behoorlijk rond verhaal waarbij de hoofdpersoon Thomas Boender aan het einde behoorlijk wijzer is geworden. Met bijpersonages die hem helpen of juist tegenwerken en waarbij niet alles over rozen gaat. Bij de verhalen van Berlef gaat het stevig over zintuigen of over het gebrek aan goed functionerende zintuigen. En in De Pianoman introduceert de schrijver al in de eerste zin het gehoor. De eerste 3 jaar van zijn leven sprak Thomas Boender geen woord. Binnen enkele bladzijden wordt de jeugd van Thomas beschreven. In een Fries gezin, wonend op een terp, zwijgzame ouders waardoor hij een taalachterstand oploopt. Juf Jenny ontfermt zich over hem en leert hem ook een beetje piano spelen. Thomas spaart geld, loopt weg van huis en via wat omwegen en avonturen belandt hij zonder paspoort en geld in Engeland. En dat is het moment dat Berlef zijn verhaal aankleedt met een waargebeurd verhaal. Het gaat om de gebeurtenis rondom de mysterieuze pianoman in het plaatsje Sheerness die daar op het strand wordt ontdekt. Het is een man die zwijgt en men twijfelt of hij überhaupt kan praten. Hij kan echter wel piano spelen en komt dan als pianoman in het wereldnieuws. De geruchten gingen dat het een geniale muzikus zou zijn, maar achteraf bleek dat hij amper een noot kon spelen. Als schrijver van een Boekenweekgeschenk heb je maar een beperkt aantal bladzijden ter beschikking. En je merkt dat Berlef het tempo iets te hoog moet houden om tot een mooi afgerond geheel te komen. Alhoewel hij ook wat vragen openlaat over de bedoelingen van bepaalde bijpersonages. Vragen die je vooral als lezer hebt, want Thomas lijkt zich daar niet heel druk om te maken. Je wordt lichter als je praat. Weet je dat? Met deze vraag aan zijn moeder vat Thomas zijn ontwikkeling samen. Van zwijgzame baby en vreemdeling naar iemand die begint te snappen dat het leven vraagt om woorden die tevens gehoord moeten worden. It's spring again. I can hear the birds sing again.
Een beproefd literair concept dat al in de middeleeuwen werd toegepast is dat van een natuureingang. Oftewel het begin van een tekst, vaak een lied, waarin in eerste instantie de natuur wordt beschreven. Bijvoorbeeld een seizoen als de lente en dat staat dan symbool voor het innerlijk gevoel van de dichter. Iets soortgelijks deed Maarten het Hart in zijn novelle De Ortolaan dat als boekenweekgeschenk verscheen in 1984. De lente begint en de hoofdpersoon, een bioloog of beter gezegd een etoloog, iemand die het gedrag van dieren onderzoekt, maakt kennis met de jonge Belgische studenten Alma. Hij vindt dat niet per se heel aantrekkelijk, maar hij raakt wel in de ban van haar als hij merkt welk effect ze heeft op andere mannen. In 4 hoofdstukken passeren alle seizoenen de revue, zij dat er steeds wat jaren tussen zitten. En elke keer komt de hoofdpersoon deze Alma weer tegen en telkens is haar haar iets korter. Maar de aantrekkingskracht blijft en hij vergelijkt dat steeds met literaire personages. De liefde die hij voor Alma voelt maakt dat hij de onvervulbare liefde begrijpt die de filosoof Søren Kierkegaard voelde voor een vrouw. En ondertussen strooit hij met citaten van Kierkegaard, maar ook van Theodor Adorno en met regels uit de Bijbel. De beschreven situatie in het boek lijkt haast een soort studie te zijn van 2 mensen die elkaar niet kunnen bezitten omdat ze al een relatie hebben. En zo bestudeer je als lezer samen met de schrijver deze personages, zoals de personages zelf dieren onderzoeken. The male's sexual threshold, for some reason or other, is low. He then rebuffs her in a curious manner by backing against her with dorsal spines erect. De hoofdpersoon onderzocht, net als de schrijver in het echt, de doorkruipritmiek van stekelbaarzen en kwam tot de conclusie dat dit gedrag in de genen van de vis zit. Alleen het vrouwtje heeft invloed op deze paringsdans. Geldt zoiets dan ook voor mensen? Wel volgens de fameuze Richard Dawkins, die in dit verhaal een lezing geeft over zelfzuchtige genen, waarbij mensen niet meer zijn dan een capsule om genen door te geven. Maar die conclusie gaat de hoofdpersoon te ver, want dan zou zijn verliefdheid niet meer zijn dan wat genen zonder levenslust. En hoe kun je dan nog genieten van de muziek van Bach? Bach is voor mij wel de meest belangrijke figuur in mijn hele leven. Ja. Maar erg vrij zijn de personages van Maarten het Hart niet. Alma heeft het steeds maar weer warm en de hoofdpersoon maakt steeds maar weer hetzelfde grapje. Ze klimmen wat omhoog en ze lopen weer naar beneden. En ook opvallend is het flauwe grapje van een Duitser die alvast de volgende oorlog aankondigt. Want dat zit blijkbaar in de genen van onze oosterburen. Nou, het is eigenlijk als een verzoenend gebaar, een uitgestoken hand naar de Nederlandse bevolking. Ja. Een eigen recept, een echte Duitse Wiedergutmachungsschnitzel. Maar is het feit dat deze twee geliefden zich niet overgeven aan de vleeselijke lusten dan misschien het bewijs dat ze meer zijn dan wat genen? Is dat dan iets wat aangeleerd is? In ieder geval wordt deze onvervulde liefde gesymboliseerd door een klein zangvogeltje, de ortolaan.